Welkom vanuit de studio van de Academie voor de Rechtspraktijk. Studio gelegen in Kasteel Waardenburg. Het kasteel in de Betuwe en kasteel beter bekend onder zijn Faustlegende. Vandaag nummer 40 in de Roundtable uitzendingen. En vandaag staat in het teken van het arbeidsrecht. Op dit moment worden vandaag drie belangrijke uitspraken, recente uitspraken op het terrein van het arbeidsrecht, met u besproken met twee topadvocaten op het gebied van het arbeidsrecht. Allebei werkzaam bij Holland van Grijze Law, als ik het goed heb. HVG-law, excuses, toch nog fout. HVG-law. Naast me zit Suzanne Bos, eerst werkzaam geweest bij Pels Rijken, advocaat, en veel gepubliceerd. En een van de publicaties is De Handvatten van de Praktijk. En dat boek is ook te downloaden met een e-book, als het juist is. Klopt, dat is een uitgave die wij met kantoor gemaakt hebben naar aanleiding van toen nog de introductie van de wet werk en zekerheid. En toen we er al een tijdje mee werkten, is die nog eens geüpdate. Oké, dus mensen kunnen dat gratis op jullie site bekijken. Klopt. Verder naast Suzanne zit Dachter van Zels. Welkom. Ook advocaat bij HVG Law. Ja. Ja, heel goed. 11 jaar al in de arbeidsrechtpraktijk werkzaam. En kun je mij iets uitleggen, uiteenzetten, welke bepaalde onderdeel van het arbeidsrecht jij behandeld? Ja, ik ben vooral actief in corporate arbeidsrecht. Dus dat betekent medezeggenschap, overgang van onderneming. Die gedeeltes ervan. Verder focus ik mij natuurlijk op ontslagpraktijk. Hè. Daar kan je bijna niet aan ontkomen in arbeidsrechtland. En de WNT, de wetnormering topinkomens, is voor mij een specifiek aandachtsgebied. En we kennen elkaar natuurlijk al eerder vanwege een leuk interview met mevrouw Diels, HR-directeur van toen Nuon, nu Sodexo. Sodexo. Ja. Dat was een leuk interview in ieder geval over de praktijk. Klopt. Nou, mooi. Ja. Mooi. Ja, we hebben, wat ik al zei, we hebben twee topadvocaten van HVG Law aanwezig. Een kantoor ook wat in 5 steden in Nederland is gevestigd. Hè. Utrecht, Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Eindhoven natuurlijk, het mooie zuiden. Dus wat dat betreft mooi. Ook 20 advocaten werkzaam. En sinds kort ook een vestiging in de West Coast van Amerika. Wanneer gaan jullie naartoe? Want dat moet toch als advocaat moet je ook een keer. Ja, ik denk dat we ons daar heel binnenkort nodig hebben. Dat snap ik. Nou, heel mooi. Het gaat een hele leuk programma worden, interactief programma. Ze hebben bij de voorbereiding gezegd, mocht er een vraag binnenkomen en ze kunnen hem niet beantwoorden, zouden ze gaan dansen op tafel. Dus dat komt mooi uit. En 3 uitspraken zijn er uitgekozen. Een uitspraak over een hap uit een donut. Wordt besproken. Dan gaan we een uitspraak hebben over de wet normering topinkomens. En als laatste gaan we een uitspraak behandelen over de WADI, wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs, niet van Hoge Raad. Maar we gaan beginnen met de uitspraak hap uit de donut. Een donut, nou lekker. Dat dacht ook deze mevrouw in kwestie, die de hele dag achter de kassa had gezeten in de supermarkt waar zij werkzaam was. Dat was De Deen. Supermarkt De Deen. En Supermarkt De Deen heeft een heel duidelijk reglement voor haar medewerkers, waarin de huisregels staan. En daarin staat onder andere dat je niet mag roken op de toiletten of in het magazijn. Mag ook niet in de winkel. Maar je mag ook geen drinken, snoep of eten uit de winkel nuttigen. En het maakt daarbij niet uit wat de bestemming is van het eten of drinken. Ook als het wordt weggegooid, mag je er nog steeds niet aan zitten. Sterker nog, als je dat wel doet, dan zegt de supermarkt, dat is eigenlijk hetzelfde als diefstal. Is van ons, moet je gewoon niet doen. Dat was deze mevrouw waar het om gaat, eventjes vergeten. Er lag een grote partij donuts aan het einde van haar werkdag. En de donuts zouden worden weggegooid, was niet langer houdbaar. En zij kon dit niet laten, heeft een hap uit een van die donuts genomen. Maar dat deed ze niet stiekem, zij deed dat te midden van een groep collega's. En de reden waarom zij dat deed was niet alleen omdat zij honger had, maar ook omdat het om een nieuw product ging. Dus ook een beetje uit nieuwsgierigheid. Verder van belang dat de mevrouw al 17 jaar werkzaam was. Wat zei je? Dat had ik gelezen, 17 jaar al. Dat is een behoorlijke tijd. Ja. Al 17 jaar werkzaam bij De Deen en ook nog eens alleenstaande ouder. Ook niet onbelangrijk om te weten. Daarnaast had deze mevrouw al eerdere waarschuwingen gehad. 1 keer voor het niet tijdig afrekenen van artikelen uit de winkel die zij zelf genuttigd had.
Eén keer had zij een waarschuwing gekregen voor het gebruik van artikelen uit de winkel zonder toestemming. En nog een keer voor het niet op de juiste wijze afrekenen van haar eigen boodschappen, terwijl je als kassamedewerker toch wel beter zou moeten weten. Maar goed, ook deze hap uit de donut, die ging de Deen niet onopgemerkt voorbij. En naar aanleiding van die hap is zij op staande voet ontslagen. Nou, die mevrouw is het ontslag op staande voet gaan aanvechten. En daarop heeft de werkgever ook een ontbindingsverzoek ingediend. De kantonrechter die heeft naar de zaak gekeken en die heeft gezegd, nou, ontslag op staande voet, dat vind ik hier toch wel heel erg ver gaan. Maar ik zie wel een redelijke grond voor ontbinding. En ik vind eigenlijk dat mevrouw wel enig verwijt te maken is voor haar handelen. Maar ze mag even terugkomen. Je zegt ontslag op staande voet is, wat vond de heer Jansen, de rechter, te ver gaan? Ja. En de reden als ik... Ja, daar wilde ik eigenlijk zo op komen in mijn verhaal, maar je vraagt erom naar mij. Excuus daarvoor. Ontslag op staande voet is natuurlijk eigenlijk de arbeidsrechtelijke doodstraf. Word je op staande voet ontslagen, dan met onmiddellijk ingang eindigt de arbeidsovereenkomst. Je bent verwijtbaar werkloos, dus komt niet langer in aanmerking voor een WW-uitkering. En bent in het geval van deze mevrouw als alleenstaande ouder aangewezen op de bijstandsvoorzieningen. Dus een ontslag op staande voet heeft ontzettend vergaande gevolgen voor een medewerker. Dus deze mevrouw, daarvan zei de rechter, nou, ik zie wel een redelijke grond voor ontbinding. Dan kom je in artikel 669 lid 3 van het burgerlijk wetboek terecht. Ik vind wel dat jij verwijtbaar hebt gehandeld, want jouw werkgever, beste mevrouw, die heeft een zodanig duidelijk reglement. Jij kende dat reglement, je was een gewaarschuwd mens, hij hebt al 3 andere waarschuwingen gehad. Dus ja, jij hebt zodanig verwijtbaar gehandeld dat ik eigenlijk vind dat jouw werkgever niet langer de arbeidsovereenkomst kan laten voortduren. Dus ik ga de arbeidsovereenkomst ontbinden. En nu is het eigenlijk zo dat als je ernstig verwijtbaar hebt gehandeld als werknemer, dat je dan in principe ook niet meer in aanmerking komt voor de transitievergoeding. Nou, dat vond de rechter hier op basis van de specifieke omstandigheden van het geval ook wel wat ver gaan. En dan de omstandigheden hier zijn met name het langdurige eenzijdige dienstverband en het feit dat mevrouw alleenstaande ouder is van 2 jonge kinderen. Dat de rechter hier heeft gezegd, nou weet je wat, ik vind nog een gaatje in de wet om toch een vergoeding aan deze mevrouw toe te kennen. En hij heeft haar dus naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid 50% van de transitievergoeding als beëindigingsvergoeding toegewezen. Nou ja, daarmee, de arbeidsovereenkomst is wel geëindigd zonder inachtneming van de opzegtermijn, dus wel op hele korte termijn. Maar de mevrouw kan toch nog aanspraak maken op een vergoeding en valt niet in één keer in een heel groot zwart financieel gat. Ja, ja. Nou, ontslag op staande voet om een delict dat eigenlijk wel ernstig is, maar waarvan de impact hier vrij beperkt lijkt te zijn. Hè, want ja, waar heb je het eigenlijk over? De mevrouw neemt een hapje uit een donut die toch wel weggegooid zou worden. Dat noemen we eigenlijk een bagatelldelict. Dat is een mooi galgje woord. Bagatelldelict. Bagatel. Ik ga opschrijven. En daar hebben we al behoorlijk wat in de jurisprudentie over voorbij zien komen. Denk aan de medewerker bij de KLM die een pindaatje at, welke bedoeld was om weg te gooien, maar als gevolg daarvan toch op staande voet ontslagen werd. Nou, daarover is geprocedeerd tot aan de Hoge Raad. Maar daarvan leek een hele duidelijke lijn in de jurisprudentie te ontstaan. Nou, diefstal is diefstal, maakt niet uit hoe groot het vergrijp is. Als je iets gestolen hebt wat niet van jou is, mag dat bestraft worden met ontslag op staande voet. Zeker als je als werkgever zijnde een heel duidelijk beleid hebt met ook een duidelijk sanctiebeleid. En de werknemer dus beter had moeten weten. Nou, dat was het eerste stukje KLM. Hm. Vrij zwart-wit, diefstal, ontslag op staande voet. Hm. En toen kwam daar een werknemer van de HEMA, die op zijn feitelijk laatste werkdag, voordat hij met de FUT zou gaan, twee jerrycans waren het volgens mij. Ja, met motorolie. Twee jerrycans met motorolie meenam. Daarop betrapt werd en vlak voor zijn FUT-feestje op staande voet werd ontslagen. Nou, dat vond de rechtspraak toch wat ver gaan. En toen is er toch ook gekeken van ja, dit zijn wel hele specifieke omstandigheden van het geval. Ja, het is diefstal,
Maar gelet op de omstandigheden van het geval is het toch wel heel erg vergaand om iemand die één dag van zijn fut verwijderd is om op staande voet te ontslaan. Want voor deze meneer had het ook tot gevolg dat zijn fut-regeling niet in werking zou treden. Dat is vrij fors. Reactie dan als men iets meeneemt en dan vervolgens fout maakt en dan daar de dupe van wordt, terwijl zijn eigen keuze geweest is. Ja, en wat het opmerkelijke was, zijn verweer daarin was dat hij een beetje in de war was, omdat het zijn laatste dag was, want het was een feestje op dat moment. En hij had een aantal andere dingen had hij ook meegenomen, die had hij wel afgerekend. Maar niet de motorolie. Dus dat is eigenlijk, hoe geloofwaardig is dat dan? Daar kan je over discussiëren. Ja. En er waren in het verleden ook een aantal incidenten geweest. En daarvan heeft toen de Hoge Raad gezegd van ja, maar dat is niet vast komen te staan. Dus dat wegen we niet mee. Maar er is eigenlijk heel duidelijk overwogen van dat het kan zijn dat persoonlijke omstandigheden van die aard aanwezig zijn. Waardoor je inderdaad dat doorbreekt, die harde lijn. Ja. Maar wordt er ook gezegd in dat arrest dat zelfs als die persoonlijke omstandigheden er zijn, betekent dat niet dat die altijd ertoe leiden dat er geen sprake is van een ontslag op staande voet. Dus het op zich kan het twee kanten op, maar het is wel een iets mildere route. En er zijn eigenlijk ontzettend veel verschillende uitspraken over bagatelldelicten. Je hebt ook nog een espresso bar waarin een klant 50 cent voor het toilet op de balie legt. En een werknemster die pakt dat op een gegeven moment weg, wel op een beetje een stiekeme manier, volgens de rechter. Zo beschreef hij dat. Er waren videobeelden. En deze dame die stopt het op een gegeven moment in haar zak, dat is te zien. En dat werd uitgelegd als diefstal, ontslag op staande voet volgde. En die dame zei, ja, maar ik heb dat alleen gedaan omdat ik het later in de fooiepot wilde stoppen. En in die zaak heeft zij het voordeel van de twijfel bijvoorbeeld niet gekregen. Want dat was wel een ontslag op staande voet daarin. En als je dat bijvoorbeeld vergelijkt met deze uitspraak. En die dame, in ieder geval, dat blijkt niet uit de uitspraak. Daar was geen sprake van een heel eenzijdig dienstverband van 17 jaar lang. Alleenstaand ouder. En waarschijnlijk had zij ook wat meer kansen om weer een nieuwe baan te vinden. Waardoor die persoonlijke omstandigheden wat minder zwaar wogen. Terwijl, grappig genoeg, bij die dame, in dit geval, het is onbekend of die espresso bar een heel strikt personeelsbeleid had. Wat in deze situatie bij de Deen wel het geval was. En daarbij kan je bijvoorbeeld ook kijken of een parallel trekken met een uitspraak bij de Bijenkorf van een aantal jaar geleden. En daar was sprake van een werknemer en er was een uitverkoopactie. En dan konden op een gegeven moment op een middag alle werknemers die konden voor een bedrag van een tientje, konden ze 5 stuks kleding aanschaffen. En nou, ja. 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 Betere voorstel, ja, toch? Ja. En daar was best wel wat kleding overgebleven. En die werknemer die vond dat wel interessant. Dus die vroeg toen een dag later van, goh, mag ik niet alsnog dan die kleding aanschaffen voor dat bedrag nogmaals? En daarvan werd toen expliciet gezegd, nee, dat mag niet. En toen heeft hij besloten zichzelf te helpen. Door een broek en een jas mee naar huis te nemen. En de Bijenkorf heeft een heel strikt beleid hieromtrent. En zij gaf ook aan dat zij ook specifiek heel veel baat hebben, want dat eigenlijk ook nodig hebben om zo'n streng beleid te voeren. Omdat anders het hek een beetje van de dam is, wat Deen ook heeft in deze. En in dat geval was het dus ook een diefstal van producten van hele beperkte waarde. Maar bleef het ontslag op staande voet overeind. Ja, maar ik vind als je dan door mag redeneren van het wordt nog gevraagd en het wordt gewoon nee gezegd. Ja, en er werd daar wel gezegd van ja, maar ik ben alleenverdiener. Er is een gezin van mij afhankelijk en jonge kinderen. Dus dat werd wel naar voren geschoven als we dan gaan kijken. Hè, want je ziet het bagatelldelict. Nou, dat, op zich kan je dat er nog wel doorheen krijgen. Maar het is vooral die persoonlijke omstandigheden die uit gaan maken. Of het overeind blijft of niet op dat moment. Maar moet je dan ook nog verder in, je zegt bagatel, je moet kijken naar omstandigheden. Moet dan wanneer je, zoals Denen, als je terug gaat naar deze, gaan controleren bij, er wordt gegeten uit de donut. Ja, dat is gewoon diefstal. Dat is
mag niet. Moeten ze dan nagedenken, oké, de mevrouw werkt 17 jaar, of is alleen, of ze werkt 17 jaar, alleen staat de moeder, of straks aan de voet, dat gaan we niet redden. Gewoon slag, of kun je gewoon zeggen, we pakken de harde lijn, diefstal, exit. Dat komt toch een beetje op de eerste neer, wat je zegt, dat je toch altijd die afweging moet gaan maken van wat zijn de gevolgen. Het zit ook wel een beetje gelegen in de vereisten van een rechtsgeldig ontslag op staande voet. Ten eerste moet je als werkgever een dringende reden hebben, wil je iemand rechtsgeldig op staande voet kunnen ontslaan. Je moet vervolgens onverwijld handelen, dus die werknemer ook onmiddellijk ontslaan. En je moet die dringende reden ook onmiddellijk mededelen aan de betreffende werknemer. Om dat eerste vereiste van aan de aanwezigheid van die dringende reden terug te komen. Daarbij is gewoon in de jurisprudentie bepaald dat wordt gekeken naar alle omstandigheden van het geval. Ja. En als werkgever heb je er denk ik ook veel baat bij dat jouw eigen beleid, dat heb je niet voor niets. En je wil ook niet dat dat onderuit gehaald wordt door een rechter. Dus als werkgever zijnde, of als werkgeversadviseur zijnde, zou ik zeker zeggen, vraag door op alle omstandigheden van het geval. En we zien dat bij ons in de praktijk natuurlijk ook. Hè. We hebben ook een klant in de retail gehad, die kassamedewerkers had en die verkochten pakjes sigaretten. En die hielden er dan zo, zeg maar, twee op elkaar. En dan werd er maar eentje gescand. Maar ze namen wel het geld voor twee pakjes aan. En dan verdween het geld voor één pakje sigaretten in een bakje. En de andere ergens anders. Andere geld belandde in de kassa waar het hoorde. En daar hebben we ook verschillende keren over moeten procederen. Waarbij je ook zag dat de rechter toch wel echt heel streng keek naar de persoonlijke omstandigheden van de werknemer. Hey, ik kan als ik door de ding van bij DEN kan begrijpen, oké, ik neem een hap. Maar met de sigaretten denk je, dit doe je om één ding, om de boel flessen. Ja. Maar dit met het eten van een donut, oké, stom, ik eet een hap, mag niet, mea culpa. Het punt was natuurlijk wel bij DEN is dat er wel uitdrukkelijk in de reglementen stond. Hm. En dat daarvan was zij ook op de hoogte. Dat als jij zou spullen uit de winkel zou eten, ook al lagen die in het magazijn, ook al waren die afgeschreven, lagen ze in de container, dan werd dat gezien als diefstal. Dus die koppeling was gemaakt. Ja. Dus dat is wel heel belangrijk. Want ik denk dat zoals ook bij de KLM, uitspraak van de pinda's, inderdaad door de cashewnoten van de KLM nog even buiten beschouwing. Maar daarbij zijn er natuurlijk dingen waarvan je denkt van, ja, maar het is prijsgegeven. Hè? In hoeverre is dat dan nog aan de hand? Ja. Maar omdat er dus in het reglement de koppeling is gemaakt naar dit merken wij aan als diefstal, daardoor kan het dus wel een dringende reden vormen. Maar misschien niet voor ontslag op staande voet. Omdat de persoonlijke omstandigheden daar een andere kant naar gaan. Er was onlangs trouwens ook, dat schiet mij nu te binnen nog, een uitspraak bij in een concerthal met plastic flesjes die op de grond achter werden gelaten door bezoekers. En er zat statiegeld op. En de ene keer werden die gewoon in de container gegooid en weg. En de andere keer werden die wel ingeleverd. En er was eigenlijk geen beleid op. Nee. En dan was een werknemster en die had volgens mij een paar van die flesjes weggenomen. En ingeleverd. En die kreeg daar een ontslag op staande voeten om. En dat hield ook geen stand daarin. Maar hier zeg maar de situatie van de Deen. Ja, je bent een retailondernemer. Mensen hebben toegang tot jouw artikelen. Die moeten die ook verkopen. Okay. Die werken redelijk zelfstandig natuurlijk in processen rondom de kassa, rondom de verkoop. Oh. Dan moet je ook wel gewoon een streng beleid hebben. Ik ben persoonlijk van mening dat je ook als iemand iets meeneemt wat van de werkgever is, dat je dat ook streng moet sanctioneren in zo'n situatie. Anders is het einde zoek. Ja, voor je precedentwerking. Ja. Ja. Maar als ik sta je dan achter deze uitspraak van Rechtbank Noord... Midden. Noord-Holland. Peter Janssen, erkende staf of arbeidsrecht. Want nu moet er een bedrag betaald worden. Ik kan mij zo voorstellen dat bij die zitting daar echt een gebroken mevrouw heeft gezeten. Ten einde raad. Niet meer wetend wat zij zou moeten als dat ontslag op staande voet in stand bleef. Ook gelet op het feit dat ze anders gewoon op de bijstand zou terugvallen.
En je ook niet weet wat haar arbeidsmarktpositie is na 17 jaar bij de Deen gewerkt te hebben. En daar van de een op de andere dag op straat gezet te zijn zonder referenties of iets. Dus ik kan me voorstellen dat dat bij een rechter heeft meegewogen. En dat hoort ook, hè, op basis van de jurisprudentie zoals we dat bespreken. Dat hoort hij mee te wegen. Maar ja, hoe die uiteindelijk komt bij 50% van de transitievergoeding, dat is natuurlijk gewoon een beetje natte vingerwerk. Ja, maar dat geeft wel aan dat hij het niet redelijk en billijk achtte om haar niks mee te geven. Dus zij heeft in ieder geval een bepaalde indruk gemaakt. Dat zal zeker. Wat ik denk wat wel ook wellicht mee heeft gespeeld in dit geval, is dat deze dame, die heeft ook niet op een stiekeme manier die donut gegeten. Dat was in out in the open eigenlijk. En wat zij ook deed, dus het was één hapje. Dus het was ook niet dat ze dacht van, hey, gratis lunch. Het was gewoon, ben benieuwd, even kijken hoe het proeft. Ja. Ja. En dat is bijvoorbeeld, als je kijkt naar die espresso bar, waar iemand eigenlijk om zich heen gaat kijken en dan in de zak voor zichzelf houdt. Dat is wel weer wat anders. Maar het kan natuurlijk wel steeds twee kanten op. Maar ik denk wel dat de lijn die je kan ontwaren is wel, zorg in ieder geval dat je door strikt beleid het koppelt aan diefstal. En dat voor iedereen duidelijk is dat dat dus niet mag. En toch voordat je zegt, als hoofd aan de voet, toch even checkt, waarom Colette wil dat slagen? Ja. Dat je dat goed van tevoren uiteenzet. Ja. En dat is een taak voor de advocaat natuurlijk ook, voor jullie. Zeker. Als Deen bij jullie zou komen, ik weet niet bij wie die zat, maar dat je zegt van oké, als hoofd aan de voet, dus dat is goed in de reglementen, dat is goed. Ja. Maar nu even kijken naar de omstandigheden van het geval van jongens, dan moet je niet doen, dan moet je niet doen, dan wel. Ja. Dat je een soort afvinklijst gaat krijgen dan. Ja, ja, wat ik hier ook nog wel opvallend vind, is dat die mevrouw die is al wel 3 keer eerder gewaarschuwd. Ja. En enkel met iets ook met wat je zei van eet of iets meenemen. Niet tijdig afrekenen van artikelen die ze zelf genuttigd had. En dat is dan. Dat is met een waarschuwing is ze er vanaf gekomen. En dan één hapje van een donut die anders zou worden weggegooid, te midden van je collega's een keertje proeven, denk ik, ik weet niet. Nee. Je zou niet geadviseerd hebben. Als ik de tenue. Wijsheid achteraf. Ja, achteraf. Maar even, je weet het niet. Denk om naar jou te zeggen, iemand heeft een halve fles wijn gedronken en met in de groep. Heb je weer andere problemen, hè? Met halve fles wijn. Ligt aan de tijd. Heel weinig een halve fles cola. Gaat het, op dat feitniveau ga je kijken van kan dat ons hoofd aan de voet staande houden? Ja. Hoe lang is iemand in dienst? Ja. Wat is je beleid? Hoe ziet je privé situatie eruit? En wat doe je bij vergelijkbare gevallen? Hoe ben je daarmee omgegaan? Maar ook eerder. Wat voor bedrijf ben je? Want als we dan bijvoorbeeld kijken naar een uitspraak, die is van vorig jaar volgens mij bij het Paleis Noordeinde in de Koninklijke Stallen, daar was een snoepautomaat. En de marechaussee had op een gegeven moment door dat in plaats van daar een euro in gooien, kon je met een beetje schudden, kreeg je er ook wat lekkers uit. Waarschijnlijk was dat al een tijdje aan de gang, maar op een gegeven moment waren er 8 die betrapt zijn. En dat was ontslag op staande voet. En dat bleef overeind. Dat vind ik ook wel, toch? Maar dat is natuurlijk een functie, daar moet je extra integer zijn. Precies. Dus dat maakt wel wat anders. Ja. Dus voor jullie natuurlijk hartstikke leuk, interessant. Als werkgevers komen en met die specifieke vraag, ik heb hier nu een geval, ik wil ze op staande voet, of ik moet ze de overeenkomst ontbinden. Wat moet ik überhaupt gaan doen? Dit is de situatie. Ja. Ik heb een beleid, dit is er gebeurd. En wat vind je passend? Dat is heel interessant. En je moet snel handelen natuurlijk, anders heb je niet meer onverweld gehandeld. Ja. En is ontslag op staande voet sowieso niet meer mogelijk. En sinds de introductie van de WWZ is het eigenlijk nog belangrijker om een hele zorgvuldige afweging te maken. Of een ontslag op staande voet wel het juiste middel is om aan te wenden. Omdat je daar, je hebt natuurlijk de introductie nu van het appel. Dus voor je het weet ben je echt ontzettend lang verder. En de voorwaardelijke ontbinding, dat is ook weer wat lastiger geworden. Daar kan je ook weer tegen in appel. Dus je kan nog niet meer echt afbakenen wat je eerst kon doen door een voorwaardelijk ontbindingsverzoek te doen. Waardoor je als het ware het einde van de arbeidsovereenkomst fixeerde. En dat kan nu niet meer, omdat er tegen een hoger beroep wordt gegaan. En je kon natuurlijk wel tegen de slag op staande voet ook al in hoger beroep gaan.
Maar dan had je nog steeds je loondoorbetalingsverplichting, die termijn, die zat vast door de voorwaardelijke ontbinding die je had aangevraagd. En nu is dat ook weer natuurlijk iets waar je nog jarenlang tegen kan procederen. Ja. Waardoor je misschien veel beter af bent met een gesprek met diegene en een vaststellingsovereenkomst met finale kwijting, waardoor het dan klaar is. Dus dat kan heel veel ellende en kosten opschrijven. Het is natuurlijk voor een werkgever is het natuurlijk een moeilijke weg die je te kiezen als op staande voet. Ja, ga niet redden, dan moet ik naar de gewoon ontbinding. Nou, dat kan. Wat is hier een hoge beroep ingesteld? Dat jullie mogelijk weten. Nou, dit is maar volgens mij zit de kantonrechter nog. Ja. Hè? Dus ik weet niet of daar. Ik kan mij voorstellen als ik Deen zou zijn, dat ik zou denken, nou, Voor dat bedrag, laat maar. En ik kan mij ook zo voorstellen dat die mevrouw geadviseerd is van, nou, met die 50% van die transitievergoeding ben je mooi weggekomen. Ja. Maar juridisch, als ik aan juridisch vraag, ga je een hoop kans van slagen? Als ik denk dat je altijd proces-economisch moet kijken. Nee, juridisch. Je kunt zeggen, oké, die 6.000 of voor mij 6.000, die betaal ik ben vanaf klaar. Op soms aan de voet niet gered, maar. Maar stel voor, puur juridisch, zou je een hoger beroep een aanbevelen? Een omkik kunnen krijgen? Dat je zegt, nou, kort als hap aan de voet was wel. Nou, er wordt natuurlijk nog juridischer gekeken. En hier heb je omstandigheden die door een alleensprekende kantonrechter gewogen zijn. Ik kan me voorstellen, als je bij een gerechtshof zit, dat er zou een andere weging van de omstandigheden uit voort kunnen komen. En als ik Deen dan was, dan zou ik misschien nog meer naar voren brengen van, ja, we zijn een retailorganisatie, we hebben een hoop gedoe en daarom hebben we die regels ook zo. Ja. En dan zou ik als werknemer zeggen, ja, maar je hebt me al 3 keer gewaarschuwd. En toen deed je het ook niet. En nu wel. Ja. Ja, dus als ik beide partijen zou adviseren, wat feitelijk onmogelijk is, maar zou ik tegen allebei zeggen, joh, sluit het boek. Ja. Of zoals jij zei, misschien van tevoren stellen vast en zo van, dit hebben we gezien en stoppen. Ja, je kunt natuurlijk ook een strategisch ontslag op staande voet geven. En op het moment dat iemand een adviseur inschakelt en erop terugkomt, dat je dan alsnog overgaat tot een vaststellingsovereenkomst. Ja. Dan ga je het gewoon doen op basis van om kijken, doet ze niks, is het snel klaar. Dan trek je het in, dat het ontslag op staande voet, als je overeenstemming bereikt. En kun je ook de intrek, misschien dat nu heel technisch, kun je ook intrekken, straks aan de voet. We vragen dan een advocaat en die zegt, oh, dat gaat niet. Nee, dan zeg ik, oké, ik trek het in, ik doe gewoon een ontbinding. Kan dat ook nog of niet? Of ga ik nu te ver diep daarop in? Nou ja, dat lijkt me wel lastig, want iedereen weet natuurlijk dat zo'n mevrouw meteen bij kop en kont gepakt is en naar buiten gezet is. En dan heeft ze in één keer toch weer recht op loon, totdat de rechter in huis. Eigenlijk mag ze ook weer aan het werk. Ja, ja, dat is een moeilijk natuurlijk. Lastig, ja. Nou ja, ik zou een eenvoudige feit eigenlijk, één hap uit het donen, dat het toch best zoveel heeft losgemaakt. En ook weer andere zaken die zijn genoemd. Nou, wat leren we eruit van de werkgever? Controleren, doe niet te snel, maar kijk eerst naar de persoon van de werknemer. Zorg dat je een beleid hebt. Ja. Dat ook duidelijk aangeven waarom je dat beleid hebt. Handhaaf dat beleid. En voordat je een besluit neemt, zorg ervoor dat je van de hoed en de rand weet rondom de situatie, rondom de werknemer. Alle feiten en omstandigheden heel duidelijk in kaart brengen. Ja. Ook in dat geval even snel even de check richting jullie, dat jullie de juiste vraag kunnen stellen van go, no go. En die tijd heb je ook wel. Het is niet zo dat daardoor je onverwijldheid per definitie gevaar komt. Want hier is ook redelijk wat tussentijd. Hè? Ze is ook door een collega gemeld dat ze het gedaan heeft. Toch? Goed gelezen, of heb ik dat verkeerde? Is deze door een collega? Volgens mij toch? Ja, toch? Ja. Een collega heeft haar. Oké. Heeft erbij gelapt. Dat is ook wel bijzonder. Je zit met een groep collega's. Ja. En dan ben ik de enige die dat hapje neemt. En niemand die zegt van doe het, stop, doe het niet. Ja. En dat niemand anders zegt, oh lekker, ik ben eigenlijk ook al benieuwd. Ja. En dat is het lastige. Je weet dus niet hoe het gegaan is. Ja, dat is moeilijk. Ja, dankjewel Suzanne en voor deze toelichting op deze uitspraak. We gaan gezien de tijd liggen nog mooi op schema. Gaan we door met wat we net besproken hebben, de wet normering topinkomens. Daar wordt ook veel over geschreven literatuur. Ik heb ook een artikel in een tijdschrift ook gelezen over deze wet normering van ontslagvergoedingen.
Ja, wie kan ik het woord geven voor deze uitspraak kort? Ja, graag. Commentaar te voorzien. Ja. Deze uitspraak, het ziet op non-activiteit onder de WNT. En de WNT, de wet normering topinkomens, die normeert de bezoldiging van topfunctionarissen. Dus dat zijn beleidsbepalers, bestuursleden die in dienst zijn of werkzaam zijn bij WNT-instellingen. En waar moet dan aan denken dat een WNT-instellingen waren? Een WNT-instelling, dat zijn bijvoorbeeld woningcorporaties, zorginstellingen, gemeentes. Okay. En wat de WNT doet is, die heeft een maximale bezoldiging. En dat is afhankelijk van, je hebt een algemene norm. En die draagt, bijvoorbeeld voor 2017 draagt die 181.000 euro op fulltime basis. En de verschillende sectoren die hebben klasseindelingen. Dus dat is het maximale en het kan ook lager zijn. Voor veel instellingen is het lager. En wat de WNT ook heeft is een maximering van de ontslagvergoeding. En daarvan wordt gezegd dat die voor een ieder eigenlijk op 75.000 euro zit. En wat de WNT doet, en daar gaat deze uitspraak over, die hanteert eigenlijk de fictie dat zodra iemand non-actief is, dus geen werkzaamheden meer verricht, en die periode van geen werkzaamheden verrichten wordt gevolgd door een einde van de samenwerking, of nou een arbeidsovereenkomst is of als zelfstandige, dan wordt de bezoldiging die die persoon heeft ontvangen vanaf dat moment dat ze eigenlijk zijn pen heeft neergelegd, wordt aangemerkt als onderdeel van de uitkering wegens einde dienstverband. En dat betekent dat je dus gebonden bent aan die faciliteit van die 75.000 euro. En wat je vaak ziet is dat als partijen uit elkaar gaan, dat ze dan sowieso die 75.000 euro krijgen toegekend. En daarnaast wordt er dan nog wat doorbetaald. Gedurende de opzegtermijn, gedurende een bepaalde periode. Nou, en daarvan heeft de WNT gezegd, dat kan dus niet. En er zijn drie uitzonderingen opgemaakt. En daarvan is in deze uitspraak eigenlijk technisch gezien geen sprake van, maar het is wel een oprekking van een van de uitzonderingen. Want de uitzonderingen zijn dat een bestuurder, dus een topfunctionaris, is geschorst volgens de officiële weg. En de tweede is dat er sprake is van arbeidsongeschiktheid. En de derde is dat er sprake is van het opnemen van vakantiedagen. En wat hier dus eigenlijk is gebeurd, is een topfunctionaris die is op een gegeven moment is die is er gezegd, jij hoeft niet meer te komen, we zetten jou op non-actief. Dus het was geen schorsing. Mm-hmm. Want er was een arbeidsconflict was er aan de hand. En daarvan heeft die topfunctionaris toen gezegd van ja, maar daar ben ik het niet mee eens en ik wil gewoon werken en ik hou me beschikbaar. En daar speelde echt een hele discussie in zaken dat conflict dat er was. En dit was begin september. Dus vanaf begin september 2016 is hij op non-actief gezet eigenlijk. En vervolgens hebben partijen in november hebben ze overeenstemming. September 2013 toch al? 2013, ja inderdaad. Goed dat je het zegt. Het is op een later moment aan het licht gekomen. Ja. En partijen hebben toen in november, dus daarop volgend, hebben ze uiteindelijk vaststellingsovereenkomsten met elkaar gesloten. En in die vaststellingsovereenkomst is niet overeengekomen dat hij geen werkzaamheden meer zou verrichten. Maar er werd gezegd, jij gaat thuis werken en jij zorgt ook dat als er overdrachtswerkzaamheden zijn voor jouw opvolger, dan moet jij dat zorgen. Ja, dus er is niet gezegd van ga maar naar huis. Dus het zat nog steeds op die non-actiefstelling. Dus daar was nog steeds eigenlijk een... Ja, dus ze waren dan wel met elkaar in overeenstemming van oké, dit is hoe we het doen. Maar hij zou gewoon nog wel moeten werken. Ja. Nou, dat zo geschiedde. Uiteindelijk is... wat er dus gebeurd is dat er gezegd wordt van ja, maar wacht even. Al dat loon dat jij gekregen hebt tot met... En dat is uit mijn hoofd februari... Ja, 1 februari 2014 is die arbeidsovereenkomst toen geëindigd. Dus al dat loon vanaf begin september tot februari, dat is een onverschuldigde betaling. Want je hebt al die 75.000 euro ontvangen. Ja. En daar is toen over geprocedeerd. En daarvan heeft de
de rechtbank Midden-Nederland, die heeft toen gezegd van oké, nou ja, we gaan daar, we gaan kijken naar wat is nu eigenlijk de bedoeling geweest van deze bepaling. En wat vinden wij dan, wat binnen redelijkheid daarin, hoe je dat zou moeten interpreteren. En dat is vrij opmerkelijk, want de WNT is een ontzettend strikte wet, die eigenlijk heel bewust ook weinig ruimte laat voor interpretatie en verruiming. Juist omdat je anders op een makkelijke manier onder die voorgeschreven maxima qua beloning en beëindigingsvergoeding natuurlijk uit zou kunnen komen. Want je weinig creativiteit mogelijk. Klopt, want je zou dan bijvoorbeeld kunnen gaan zeggen, nou weet je wat, jij bent topfunctionaris bij een instelling en ik zit daar, ik ben lid van de RVC. En dan zeggen we, ik stel jou vrij van werk gedurende een half jaar. En je krijgt 75.000 euro, waardoor je eigenlijk gewoon bijna een dubbele, bijna 150.000 euro. Wat zeg je? Dus het salaris loopt dan gewoon. Ja, want dan kan je ook zeggen, je hoeft niet te werken, maar dan krijg je wel loon. Dus dat is eigenlijk ook een vorm van vergoeding. Ja. Dus dat kan je daarmee heel makkelijk ontduiken als je het op een akkoordje gooit. Maar is het hier ook een beetje, als ik het goed begrijp, van hier is, je krijgt 75, maar je moet er wel gewoon de opvolgende bestuurder inwerken. En je moet nog thuis wat werkzaamheden doen. Ja. Ja. Dus ik kreeg dan gewoon zijn salaris betaald plus zo'n keer 75. Ja, en wat de rechter hiervan dus heeft gezegd, is, zij zeggen, wij vinden dat er hier eigenlijk overduidelijk geen sprake is van een akkoordje. Dat was hun overweging. Ja. En dan wordt er wel gezegd van ja, maar hij heeft nooit meer werkzaamheden verricht. En daarvan heeft de rechtbank gezegd van ja, maar dat komt eigenlijk voor rekening en risico van de instelling zelf. Ja. Want jullie hebben nooit gezegd dat hoeft niet meer, maar jullie hebben er zelf voor gekozen om hem dat niet meer te laten doen. Dat was wel afgesproken dat je zou moeten doen. Ja, het was denk ik wel anders geweest. Hè, als zij bijvoorbeeld in een vaststellingsovereenkomst hadden afgesproken, wij komen overeen dat jij wordt vrijgesteld van werk onder doorbetaling van loon. Dan was er recht toe recht aan gevallen onder het toegestaan maximum. Op dat moment maximum. Valt het meteen onder het maximum. Ja. Ja. Het verschil is hier dat het eenzijdig opgelegd is en hij eigenlijk niet zo heel veel keuze had. Ja. En wat het eigenlijk op neerkomt, is wat dus door deze uitspraak, kan je dus echt zeggen dat die uitzondering van de schorsing, die is opgerekt. En hieruit kunnen we dus afleiden dat nou als er dus inderdaad daadwerkelijk echt een arbeidsconflict gaande is, en iemand wordt in dat kader op non-actief gesteld. En er wordt ook oprecht geprotesteerd. En iemand behoudt zich ook beschikbaar voor werk. Dan kan je dus onder die uitzondering vallen. En is dat loon over die periode telt als bezoldiging. En niet als uitkering wegens beëindiging van het dienstverband. En daarbij is wel ook van belang dat het de termijn die hiervoor aan wordt gegeven, als waarin dat nog mogelijk wordt geacht. Want het gaat natuurlijk eigenlijk om de periode dat je dus er ook uit probeert te komen. Dat is ongeveer 3 maanden met een mogelijke verlenging van nog een keer 3 maanden. En dan kan je natuurlijk afvragen van, goh, maar zit dit niet juist de deur open voor misbruik? Ja. Want WNT is natuurlijk alleen maar anti-misbruikwetgeving. Want je zou dan kunnen zeggen van ja, maar dan doen we het onder het akkoordje. En dan zeggen wij, je bent op non-actief gezet. En dan ga ik roepen, oh nee, en dat wil ik niet. En ondertussen hebben we het allang voorgekookt. En deze uitspraak is wel zo duidelijk dat je kan niet volstaan met het overleggen van een non-actiefstelling en de protest. Er moeten echt meerdere documenten worden aangeleverd waaruit blijkt dat er ook daadwerkelijk sprake is van een conflict. En dat die achtergrond er is. En wat wel goed is om op te merken is dat uiteindelijk is het niet de rechter die de WNT of de handhaving daarvan toetst. Want dat zijn de ministeries waar die betreffende instelling onder valt. De autoriteit hier ook. De autoriteit, ja, de autoriteit van het ministerie die daaronder valt. Dus is eigenlijk de accountant bij de controle op de jaarrekening. Die heeft ook als verplichting om de WNT daarin mee te nemen bij WNT-instellingen. En dat is ook waarom deze meneer heeft sinds september 2013 al niet meer gewerkt voor de instelling. Deze uitspraak is uit december 2016. Dus wellicht dat hier ook bij de controle over het jaar 2013 door de accountant gesignaleerd is. Hey jongens, gaat dit wel helemaal goed binnen de toegestane kaders van de WNT? En dat partijen, denk ik, de accountant is dan verplicht om dat te melden bij het betreffende ministerie.
En dat partijen hier vervolgens met elkaar in overleg zijn gegaan om te kijken van, nou ja, hoe eigenlijk heb je dan een onverschuldigde betaling verricht. En de teveel betaalde beëindigingsvergoeding die verandert van rechtswegen in een in de toegestane beëindigingsvergoeding. En alles wat je daarboven betaalt, is onverschuldigd betaald. Ja. Dus heb je meteen een vordering. En als ik dit dan zo lees, dan denk ik, oh, nou, er zijn partijen met elkaar niet uitgekomen. Waardoor ze uiteindelijk maar naar de rechter gegaan zijn. Dat zie je natuurlijk niet zo heel vaak voorbij komen. Nee, en hier zie je wel dat een van de partijen is naar de rechter gegaan. Maar er was een andere uitspraak die eerder heeft plaatsgevonden. En daarin zijn partijen wel samen naar de rechter gegaan via een artikel 96 rechtsvordering. En wat zou de reden zijn? Wat zou de reden zijn om samen naartoe te gaan? Nou, dat is omdat als je dus eigenlijk wat, misschien dat het hier ook wel had gekund, maar ik denk dat partijen wat minder wat minder goed met elkaar door de deur konden. Maar het kan natuurlijk zijn dat je zit met die problematiek. En je komt er op zich samen niet uit, maar je wil wel samen een oplossing vinden. En dan kan een artikel 96 procedure, waarin je dus samen dat verzoek bij de kantonrechter in. Bepaal maar wat dat is, ja. Ja, en eigenlijk een verklaring voor recht vraag je dan. Maar dan ben je in ieder geval met elkaar erover eens. Precies. Welke vraag je aan de rechter moet gaan stellen. Ja. En als ik dit zo lees, dan lijken partijen dat niet echt met elkaar eens te zijn geweest. Maar ja, dit wil je natuurlijk niet. Dit wil je niet als WNT-instelling. En dit wil je ook niet als voormalig topfunctionaris onder de WNT. Want ja, dit zijn toch procedures die veel aandacht genereren. Ja. En er komt ook een jaarverslag, wordt in de Tweede Kamer gepubliceerd over overschrijdingen. En allemaal journalisten die zijn al die jaarverslagen aan het uitpluizen. Om te kijken of er iets spannends in staat. Maar hier is de coöperatie eigenlijk, of de eiser, die onverschuldigde betaling, die is dus afgewezen. Ja. Omdat er dus wordt gezegd, vanuit de gedachte, omdat het eigenlijk de kern van dit arrest, dat ze hebben gezegd, wij vinden dat er hier overduidelijk geen sprake is van misbruik van de WNT. En aangezien de doelstelling is van de WNT anti-misbruik, en daar hier geen sprake van is, vinden wij dat dit dus niet aangemerkt moet worden als als dit geld, dat behoort tot de uitkering en niets van, maar gewoon tot de bezoldiging. Tot bezoldiging van, omdat je bent overeengekomen, je moet nog wat werk doen en je moet de bestuurder. Nou, vooral omdat het ging om echt om wat non-actief zijn waar hij het echt niet mee eens was. Dat was vooral van belang en het is nooit afgesproken dat hij niks zou doen. Zodra je het afspreekt, ben je eigenlijk de klos, daar komt het op neer. Ja. En wat ook van belang was, dat die periode waarin hij dat loon nog ontving, dat was net zo lang als de wettelijke opzegtermijn. Want als dat langer was geweest, dan heb je wel weer een probleem. Want ja, dan gaat het toch wel een beetje stinken, om maar zo te zeggen. En nu heb je die wettelijke opzegtermijn die je toch na moet komen. Wat natuurlijk ook de schijn van misbruik heel erg wegneemt. En hij kon het hier heel goed onderbouwen. Hij kon laten zien dat hij bezwaar gemaakt had tegen dat besluit, dat hij niet meer op kantoor mag komen. Oh. En wat ik wel denk, wat ook goed is nog om mee te geven aan WNT-instellingen die met deze problematiek zitten, is dat, er is ook wel aangegeven door de autoriteiten, dat zij hier echt heel streng op controleren. Dus als je dit aan de hand hebt, ik zou sowieso altijd van tevoren het afstemmen met de accountant, aangezien die dat toch gaan controleren, want je wil geen verrassingen bij de uiteindelijke controle dat het anders wordt gezien, want dan is het vaak al te laat eigenlijk. Maar ook vooral om te zorgen dat je het heel goed kan documenteren wat er allemaal gebeurd is. En dat je dus heel goed kan laten zien waarom er geen sprake is van misbruik. Want bij een controle gaan de autoriteit, of dan de autoriteit woningcorporaties of zorginstelling of een andere autoriteit, die gaan daarnaar vragen. Die gaan niet volstaan met enkel die twee briefjes. En dat past eigenlijk ook, hè, binnen de WNT, dat instellingen en bestuurders zelf verantwoordelijk ervoor zijn dat ze zich houden aan de normen die de wet hun oplegt. En op het moment dat je dat niet doet, kan overgegaan worden tot bestuurlijke handhaving. Maar kennelijk hebben partijen dat in deze situatie niet willen afwachten. En hebben zij zelf gezegd, of heeft in ieder geval de instelling gezegd van ja, maar wij pakken onze rol onder de WNT hier zelf op.
wij gaan er zelf voor zorgen dat die overtreding ongedaan gemaakt wordt. Als er al sprake zou zijn van een overtreding. En dat is op zich ook wel verstandig. Ja. Want als je dat niet doet en je wacht totdat er dus ingegrepen wordt van bovenaf, maar zo te zeggen. En dan los van dat je eerst dan een dwangsom opgelegd kan krijgen als WNT-instelling zelf. Maar als dan uiteindelijk dat bedrag wordt betaald, die onschuldbetaling, dan krijg je dat niet meer zelf. Maar dat komt dan aan de autoriteiten te goede. Ja. Maar als ik samenvat in deze uitspraak, dan kan ik neerzetten. Hè, als een WNT-instantie naar jullie toe komt met de vraag, we hebben een bestuurder die... Ja, werkt niet. Wat adviseer je hem dan? Kort en krachtig. Het is moeilijk natuurlijk. Ja, maar heel goed dat je gebeld hebt. Ja, dat is het eerste. Maar het is moeilijk. Het is een moeilijke vraag. Dat weet ik al heel kort. Maar wat zou je dan was de kern die... Ik ben WMT en ik kom hier van die bestuurder van ons, weg mee, werkt niet. Ja, ik denk dat het eerst ook belangrijk is van, waar sta je nu in dat proces? Ik heb niks met hem overleg gevoerd. Hij moet gewoon weg. Het werkt niet. Wat zou ik dan moeten aanleveren? Je moet weten wat voor afspraken er gemaakt zijn met de betreffende bestuurder. Mm-hmm. Je moet weten hoe de lijntjes lopen qua verantwoordelijkheden, qua bevoegdheden, et cetera, binnen de instelling. En vervolgens kun je een plan met elkaar gaan maken. En als het een WNT-instelling is en er zijn geen... afspraak gemaakt in afwijking van de WNT voordat de WNT in werking trad. Dan heb je gewoon te maken met dat plafond. En als je er dan met elkaar niet uitkomt in overleg over een beëindigingsregeling, dan kun je of overgaan tot een eenzijdig ontslag of het wordt procederen. En dan is er wel nog een afwijkingsmogelijkheid voor de civiele rechter om op basis van redelijkheid en billijkheid iets van dat plafond af te wijken. Maar de tendens in de jurisprudentie is nou niet dat heel vaak gebeurt. Het is wel zo dat de transitievergoeding die telt niet mee voor die €75.000. Dus dat is in ieder geval dan een positief iets. En het gaat inderdaad om wat Suzanne ook zegt, dat je eigenlijk checkt of er sprake is van exitregelingen die nog dateren van voor 1 januari 2013. En dan heb je overgangsrecht. Alleen dat geldt nu niet meer. Omdat die periode was 4 jaar. Dus per 1 januari 2017 heb je gewoon geen overgangsrecht meer op die €75.000. Ja. En dus je gaat vooral kijken van wat wil je? En dat je dan toch zegt, als je wil onderhandelen over de ruimte die je hebt... Ja, dan is het dan toch, dan moet iemand er wel voor werken. Maar laat iemand dan of langer werken. En als het echt niet kan, dan zou je toch echt moeten schorsen volgens de normale lijnen. Want ik zou wel in dit geval het zeker voor het onzekere nemend. Ja, als het echt allemaal zo erg is, zorg dan dat je schorst. En dat kan zijn dat je officieel langs de RVC moet gaan. En daar zijn vaak ook protocollen voor aanwezig. Maar volg dat dan wel op. En dan val je eigenlijk gewoon zelfs nog onder de uitzondering die de WNT zelf maakt. Ja. Niet eenvoudig dus eigenlijk. Nee. Niet eenvoudig. Nee. Reed meer om langs jullie te gaan en met het advies te vragen in dat soort precaire gevallen natuurlijk. Ja. Het gaat om grote bedragen. Ja, je kan natuurlijk nog wel wat met vakantiedagen doen. Vaak zie je dat er best wel veel vakantiedagen over zijn bij topfunctionarissen. Ja. En daarmee kan je natuurlijk nog wel zeggen van je hebt nog 3 maanden, ga maar naar huis en dan neem je die dagen op. En daar kan, als het de keuze is tussen uitkeren of dan genieten, en je zit toch helemaal vast door die €75.000, dan kan de netto-waarde van die vakantiedagen hoger zijn door ze te genieten in plaats van door ze uit te laten keren. Ja, en als het goed is ga je ook zien, hè, want we werken nu al een paar jaar met die wet, dat het bewustzijn erover is toegenomen. En dat ook de partijen bij de instellingen ook steeds beter weten wat de speelruimte is. Dat je wel weet waar je naartoe... Maar de bestuurders wel mogen weten ook, hè? Wat heet? Van de bestuurders zou je ook wel mogen weten. Ja, dat verbaast nog hoe... Het punt is dat... Het is nu neergelegd bij de accountants, hè, de controle. En voor de accountants is het natuurlijk ook gewoon eigenlijk heel nieuw. En ook een beetje een ver van hun bedshow. Dus die laten zich weer... adviseren, vaak ook weer door juristen erbij. Je ziet dat de instellingen zelf ook juristen hebben.
Maar het is een wet die heel veel verandert. Er komt telkens komen er weer aanpassingen op. Er komt zaterdag treedt de evaluatiewet WNT in werking. En het is vrij complex. Ja. En daar worden toch nog veel fouten gemaakt. Ook omdat veel onduidelijk is. Dat, ja, wij. We net zijn er heel veel jaarrekeningen weer gecontroleerd. En daar zitten nog ontzettend veel. Er zitten echt wel dingen in waarvan je denkt van hé, dat gaat misschien niet helemaal goed. Misschien een nieuw e-book. Zomaar een idee. Zomaar even op tafel. Dankjewel ook voor deze toelichting. Nou, we komen aan bij de laatste uitspraak. Voor mij, als ik eerlijk moet zijn, vrij technische. Ik heb veel voor moeten lezen. Het is ook een uitspraak van Hoge Raad. Niet de meest eenvoudige uitspraak om te lezen. Wie kan er kort gezien de tijd? We hebben 5 minuten om een uitslag van de Hoge Raad kort weer te geven. Moet lukken. Moet lukken. Daar wordt er ook veel over geschreven. Annotaties zie ik over deze uitspraak. Dus dit heeft wel een impact, denk ik, gehad. Als ik de reacties allemaal zie. Het is een uitspraak die natuurlijk ook heel erg past. Voordat we gaan vertellen waar die precies over gaat. Okay. Maar natuurlijk ook een uitspraak die heel erg past in de trend rondom flexibilisering, de manier waarop je een samenwerking met elkaar vastlegt, anders dan in een arbeidsovereenkomst. En daar hoort dit soort vraagstukken hoort daar ook gewoon bij, over het belemmeringsverbod. Ja, van de WADI. Gezien de tijd, ga ik proberen echt heel even kort te reageren tot de kern. Ja, daar ben ik heel streng in. Ja. Nu. Ja. Oh jee. Waar het eigenlijk op neerkomt is dat in de WADI daar zit een belemmeringsverbod in. En dat betekent dat als je iemand detacheert of uitleent, dan mag je daar geen concurrentiebeding opleggen. Om te zorgen dat hij daarna niet zelfstandig in dienst kan treden van de organisatie waaraan hij wordt uitgeleend. En wat er hier gebeurt is er is een persoon die eerst als werknemer werkzaamheden werd uitgeleend eigenlijk aan een organisatie. En daarna is hij als zelfstandige zelf gaan werken voor die organisatie. En nu wordt er gezegd daar is het belemmeringsverbod op van toepassing, want die persoon had een concurrentiebeding opgelegd gekregen. En hij zegt, dat belemmeringsverbod is ook op mij van toepassing. Want het gaat om iemand die daar werk verricht. En dat heb ik gedaan. Het mag niet. Maar de uitlener die zegt, nee hoor, dat is niet zo. Want het belemmeringsverbod van de WADI, die ziet alleen op de relatie als er een arbeidsovereenkomst is. En de discussie die er nu wordt gevoerd is of het begrip arbeidsverhouding, want dat is waar de WADI naar verwijst. Moet je dat nu lezen als, is dat een werknemer die een arbeidsovereenkomst is of heeft? Of moet je werknemer, want dat is wat er in die wet staat, of moet je zeggen, werknemer is gewoon iedereen die werk verricht en daardoor ook als het gaat als zelfstandige. Want als je hem doortrekt, dan ga je allemaal andere ga je de wet door. En dan zie je dat de definitie, uiteindelijk kan je zeggen, werknemer is niet bedoeld een werknemer die een arbeidsovereenkomst heeft op grond van boek 7, 610. Maar een ieder die werkzaamheden of die arbeid verricht. Dus dat zou ook heel goed een ZZP'er kunnen zijn. En daarvan heeft de Hoge Raad eigenlijk gezegd dat het terug wordt verwezen naar het Hof Den Bosch. Dus die moet daar antwoord op gaan geven. Maar op zich is het wel, als je kijkt naar de gevolgen, dat de beperkte uitleggen, en dat is waar de uitlener voor staat, die zegt, het is alleen niet toegestaan om een concurrentiebeding op te leggen als het gaat om iemand die in dienst treedt van de inlener. Dan zeg je dus eigenlijk, bij werknemers mag je geen concurrentiebeding opleggen, maar als het gaat om een ZZP'er mag dat wel. Wat eigenlijk een beetje gek is. Want een ZZP'er is juist iemand die onafhankelijk en zelfstandig is. En waar een concurrentiebeding minder bij hoort dan bij een werknemer. Zou moeten horen. In de huidige tijd zien we natuurlijk ook steeds meer ZZP'ers. Die eigenlijk geen ZZP'er zijn. Maar waar sprake is van een soort van schijnzelfstandigheid. Ja. Ja, nou,
En dan hebben we de WDWA natuurlijk, die daar ook weer bij om de hoek komt kijken met de problematiek. Maar je zei net ook, hè, dat staat ook in precies van de Hoograad, het was terugverwezen naar het Hof Den Bosch. Ja. Wat zou ik gaan beslissen? Ja, in Den Bosch weet je het nooit. Nee, Den Bosch is altijd een... dat wordt heel vaak al gezegd. Eigen visie. Nee, laat ik zo zeggen, ik weet natuurlijk niet hoe zij dat zullen gaan uitleggen. Maar als ik zelf kijk, het lijkt mij... persoonlijk ben ik van mening dat je de ruime uitleg zou moeten toepassen. Dus dat hier onder arbeidsverhouding ook de ZZP'er wordt bedoeld. Klopt. Omdat je anders eigenlijk een heel onnatuurlijk onderscheid ook krijgt. Met ook weer gevolgen qua echt een oneerlijke concurrentiepositie. Die daarbij kan ontstaan. Het is ook een extra incentive om dan te kiezen voor een bepaalde manier van samenwerking met een arbeidskracht. Alleen maar vanwege dit soort beperkingen die je zelf niet kunt opleggen. En dat lijkt ook wat scheef om dat mee te nemen in je overwegingen. Want als werkgever of dan inlener, dan ga ik dus veel liever mensen die eerst aan mij werden uitgeleend, daarna als ZZP'er inhuren. Want dan mag ik een concurrentie bedingen. Of dus als ik een uitlener ben, hè, dan wil ik ze allemaal als ZZP'er daarin hebben. Want daar is het belemmeringsverbod niet op van toepassing. Ja. En wanneer denk je de uitspraak zal komen, Hof Den Bosch? Daar durf ik niks over maar te zeggen. Maar het zou een mooie vervolg deel 2 webinar kunnen zijn. Uitspraak van het Hof Den Bosch in de zaak wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs. Wie weet. En daar dingen bij betrekken. Dankjewel. Dankjewel voor jullie leerzaam en interessant en goede uiteenzetting. Er zijn geen vragen gekomen, ook al waren de vragen die hadden jullie zo makkelijk kunnen beantwoorden. We gaan afronden. Dankjewel voor degene die hebben gekeken. Dankjewel voor de aandacht. Wilt u uw PO-punt veiligstellen, dan moet u nog even wachten met het afsluiten van dit webinar. U krijgt op het scherm 5 vragen die u moet beantwoorden. Wanneer u deze goed beantwoordt, wordt een certificaat rechtstreeks naar uw Mijn AVDR neergezet en kunt u die downloaden en printen, mocht de orde daarna vragen. Ik wil je nogmaals bedanken voor de interessante en goede uiteenzetting. En ik wil u bedanken voor de aandacht. En tot een volgende uitzending. Dankjewel.